bent er weer, wij zijn er weer. Tijd voor vlog nummer 5. In de vorige vlog hebben we jullie meegenomen naar de première van het concert, waar we voor het eerst wat concoursstukken hebben laten horen. Inmiddels zijn we weer hard aan het repeteren en willen we jullie weer voorstellen aan 2 instrumentgroepen. En vandaag is de beurt aan Matthijs van de saxofoonsectie en Imka van de horensectie. Kijk maar dan eens mee. Wie ben je en wat speel je? Ik ben Matthijs en ik speel sopraansaxofoon. Sinds hoe lang ongeveer? Lang. Sinds 2000 denk ik. Oké. Ik ben Imka. Wat speel je? Ik speel horen. Wat is kenmerkend voor jouw instrument? De horen is eigenlijk een van de oudste instrumenten al. Iedereen kent de jachthoren, zeg maar. Ik denk dat het wel een beetje een kenmerk is aan het horengeschal. Sopraansax is, zeg ik altijd, het gouden randje, zeg maar, eromheen. Dus je moet altijd wat minder qua volume proberen te doen. Zodat je eigenlijk een beetje een kleur toevoegt nog aan het orkest. Hoe gaan de voorbereidingen binnen jouw sectie? Goed. De partijrepetities gaan goed. En volgens mij tijdens de gewone repetities komt ook alles wel aardig al uit de verf. Volgende vraag. Nee, de voorbereidingen verlopen niet zo soepeltjes, maar ik weet zeker op het moment dat het concours is, staan we ons mannetje wel, wij vrouwen ook. Hoe vind je het op concours te gaan? Leuk. Is altijd wel een piekmoment eigenlijk waar je als vereniging naartoe werkt en je bent er bijna een jaar heel intensief mee bezig, dus ik vind het altijd wel chic om iets te hebben om naar uit te kijken. Ja, ik vind het ook super en ook spannend. 15 jaar niet bij de fanfare geweest en weer back in business en waar we daar zin in. We gaan ervoor. Dat is een goed teken. Mm-hmm. Heb je al bepaalde herinneringen die er voor jou uitspringen? Heb je al een favoriet moment? Bij deze vereniging, dat zijn er wel een paar hoor. Italië, de concertreis naar Italië springt wel uit qua sfeer en sociaal. Ik was toen nog niet zo lang in de vereniging, maar het was wel echt super gezellig en het was ook echt één echte groep. En het concours in 2007, denk ik, met Poseidon. Ja, klopt. Dat was ook wel heel vet om te doen. Ik hoor in mijn oortje dat het 2006 was. Oh, handig, die redactie. Ik heb er lang over na moeten denken. Het zijn er best wel veel. Maar ik denk het belangrijkste is dat ik mijn man heb leren kennen via fanfare. Al 31 jaar geleden. Echt waar? Oh, dat wist ik nog. Ja. En nog steeds samen, mensen. En nog steeds samen. Dus het biedt garantie. Ik ben ook een van de oude, oude rotte. En ze is pas 18. Dat waren Matthijs en Imka. Volgende week 2 nieuwe instrumentgroepen. En Loes, wanneer is het volgende concert? Het volgende concert is op zaterdag 25 juni in het Astad Theater in Beek. En behalve ons zijn daar ook nog te horen fanfare Eendracht uit Nieuwenhagen-Heide en koninklijke fanfare Sint-Cecilia uit Hulsberg, wat onze concurrenten zijn tijdens het concours. Extra spannend. Vonden jullie deze vlog leuk? Like hem dan op Facebook en deel hem. En wil je helemaal niks missen? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van Fanfare Sint Gabriel en dan krijg je een melding wanneer de nieuwe vlog online is. Tot de volgende keer!